Je zou zeggen dat Volkswagen op dit moment wel genoeg SUV's in het gamma heeft. En sterker nog, als er ergens een gat zit, dan zou ik zeggen, tussen de Tiguan en de Touareg, dat is een flinke stap, daar past nog wel wat tussen. De Volkswagen zag dat anders en die zag er meer in om tussen de T-Cross en de T-Roc nog een model te plaatsen. En zo komen we uit bij deze gloednieuwe Volkswagen Taygo. Voor de wereldkenners van de auto die zeggen, ja, zo nieuw is hij niet, want eigenlijk rijdt hij in deze vorm al iets van een jaar rond in onder meer Brazilië en heet hij Niven. Maar nu is hij ook naar Europa gekomen en ze hebben hem wel een beetje aangepast om aan onze kwaliteitseisen te voldoen. Althans, dat beweren ze. Ik ga zo checken of dat werkelijk gelukt is. Ja, en het idee is dat zo'n T-Cross verkoopt natuurlijk goed, maar is natuurlijk een hele brave, vrij burgerlijke auto om te zien. Hè? Bravo hoge instap, maar veel meer dan een hoge polo is het niet. En met zijn aflopende dakje en iets lagere daklijn ziet deze er net wat hipper uit. Nou ben ik zelf geen fan van een SUV coupé, maar daarin kan ik ze even goed niet ongelijk geven, want dit oogt toch een stukje leuker dan zo'n T-Cross. Kijk naar het gamma, dan is het heel erg gelijk in die T-Cross met een beetje de nieuwe specs ook van de gefacelifte Polo. Dus we hebben een 1.0 motor met 95 tot 150 pk en daar blijft het bij. Dus verwacht ondanks zijn stoere tussen haakjes uitstraling geen vierwielaandrijving of andere dikke terreincapaciteiten. En laten we wel wezen, dat zoeken mensen in deze klas ook helemaal niet. Zoals ik al zei is hij dus lager dan de T-Cross, maar ook lager dan de T-Roc. En hij is langer dan de T-Cross en dat is niet zo bijzonder, maar hij is zelfs langer dan de T-Roc die wel weer hoger geplaatst is, als je nog weet. Overigens heeft die T-Roc wel weer een grotere wielbasis en dat merken we onder meer op de achterbank, dus dat gaan we even laten zien. Zo, en normaal doe ik mijn jas even uit, maar het is zo slecht weer dat jullie kunnen me wat. Ik laat het zo even zien. Beenruimte, nou ja, ik zit achter mezelf, ik heb een beetje over bij de knieën. Belangrijker, de voeten kunnen goed onder de stoel en de zithoek is goed. Jullie horen me vaak nog over klagen, maar niet in deze auto. En we even de oogsteun omhoog doen. En ondanks die aflopende daklijn, kijk eens naar die hoofdruimte. Het lijkt zo voor de hand liggend, maar van andere merken en modellen weten we dat het helemaal niet zo voor de hand liggend is. Ik zit er als volwassene eigenlijk best prima. Het oogt wel goedkoop en dat past wel een beetje bij het segment, want ondanks het formaat, het blijft een B-segmenter. De kofferbakruimte leidt wel een beetje onder die aflopende daklijn. In elk geval hebben we in basis 438 liter en dat is net even iets minder dan de T-Cross. Klap je de bank om, ga je naar 1122 liter en ook dat is minder dan de T-Cross. Overigens mag je dan ietsje krapper zijn dan die T-Cross. Wat hipper is, moet natuurlijk duur worden betaald en dus betaal je voor ongeveer dezelfde uitvoering zo'n 800 euro meer voor deze Taygo ten opzichte van de Volkswagen T-Cross. Ja, het wordt voor ons natuurlijk steeds lastiger om al die segmenten te plaatsen, omdat het formaat niet altijd wat meer zegt met het segment waar een auto in zit, hoewel dat gedeeltelijk er ook weer wel overlapt. Nou ja, ingewikkeld verhaal. Denk ook aan de Renault Arkana, wat natuurlijk echt een forse auto is, maar toch zie ik hem gewoon een B-segmenter. Nou, het geldt precies dat voor deze nieuwe Volkswagen Taygo. Het feit dat die eigenlijk bedoeld is voor andere markten, dat is vaak iets om dan te denken, oh, want dat gaat nog wel eens mis. Denk aan de Ford EcoSport, denk aan de Volkswagen Fox. Dat zijn er modellen waarvan je denkt, nou, dat komt niet helemaal mee in de Europese markt. Maar ja, fabrikanten hebben wel door dat als ze gewoon zo'n model één op één overnemen, werkt het inderdaad niet. Dus moet het aan worden getweakt. Denk aan geluidsisolatie, stilte aan boord, onderstelverfijning. Dat hebben ze duidelijk met deze Taygo toch ook wel gedaan. Want ik vind het gewoon een behoorlijk volwassen auto. Ik vind het onderstel best oké. Het is wel eens comfortabel, maar het is geen hele weken auto. Voor sommige drempels merk je van, nou ja, het is inderdaad geen C-segment die klappen zoals we die nu net maken, die iets beter opvangt. Dat geldt ook al voor een T-Roc bijvoorbeeld. Dat is toch in basis dan een Golf en dit is in basis dan toch een Polo. En die verschillen merk je in dat geval wel. Maar ik vind hij voelt verder niet aan als een hele goedkope auto als ik kijk naar de techniek. Ik vind ook vooral de aandrijflijn. Ik heb nu de 1.0 TSI met 110 pk en DSG. En die is gewoon oké. Zeker het vermogen vind ik voor de meeste kopers zal het absoluut zat zijn. Uitzondering, heb je nou een gezin met al pubers en jullie gaan ook veel op vakantie met volle bagage. Ja, dan loont het wel om dan in 150 pk te kijken. Maar ik denk echt voor 80%, 85% plus van de gebruikers is hij 110 pk zat. Hij voelt ook echt lekker snel aan als je vol gas geeft in je haal door, ook voor invoegen en zo. En qua verfijning is het goed om te zeggen dat hij aardig van zijn plek komt. Want in de combinatie kleine motor met automaat bij een wat goedkopere auto, dan wil het nog wel eens misgaan. Dan merk je dat je tractieproblemen hebt op de voorwielen. Als je vlot wil wegrijden, dan klappen die wielen door, omdat je niet zoals bij een handbak heel goed het vermogen kan doseren. Nou, dat heeft deze Taygo eigenlijk niet. Ook niet met dit prutweer. Dus laat staan bij droog weer, zal het helemaal goed zijn. Dat had echt stukken slechter gekund. En dat terwijl ik op papier dacht, jammer dat de e-TSI is niet leverbaar voor deze auto. Hè. Dat begint pas bij een Golf. Dat is volgens Volkswagen heeft dat te maken met prijs. Die mild hybrids zijn natuurlijk wat duurder.
En dan loont het niet meer om die auto ermee aan te leveren in dit segment. Hoewel ik denk dat dat voor Nederland niet zou gelden, omdat die ETC's natuurlijk BPM technisch weer goedkoper zijn. En dan compenseer je de technische meerprijs. Maar goed, om nou alleen voor Nederland die wagens te leveren, dat Volkswagen niet zitten. Nee, zeggen ze, dan focussen wij liever op het volledig elektrische deel. Nou, wat mij betreft zonde, want zo'n ETC rijdt toch beduidend beter dan deze niet-mild hybrids. Maar goed, zoals ik al zeg, die 110 pk valt me eigenlijk niks tegen. Zeker niet als ik het vergelijk met de concurrentie. Denk aan de Renault Arkana. Of denk aan iets als een Citroën C4. Wat ook ondanks het formaat van de auto toch eigenlijk ook vooral B-segment techniek is. En dan vind ik qua aandrijflijn deze auto zonder mild hybrid toch al beter dan die auto's. Maar goed, de concurrentie gaat hard. Als ik kijk wat de Koreanen doen met hun kleine 1.0's. Met een elektromotortje op. Het zijn wel hele fijne aandrijflijnen. Dus moet Volkswagen daar wel de boel in de gaten houden. Goed, kijk ik om me heen. Het valt op, het is inderdaad geen C-segment. Het oogt relatief simpel. Maar ondertussen hebben we een prima klimaatcontrole. We hebben het multimedia systeem wat we uit een hoop Volkswagen groepmodellen kennen. Wat nou ja, niet de top is, maar door die paar shortcuts net wat soepeler werkt dan in sommige andere auto's. Een digitaal scherm vormen, waarbij opvalt dat we zelfs een enkele klok hebben hier. Ondanks het feit dat het digitaal is. Had dan gewoon lekker die dubbele klokken gedaan met toerenteller en snelheid. Want dat ziet wat leuker uit. Maar alsof zelfs dat goedkoper moest ogen digitaal. En dat soort kleine dingen merk je dat de afwerking. Nou, afwerking is eigenlijk wel oké. Maar materiaalgebruik is allemaal wat simpeler. Weet je wel. Het is gewoon duidelijk bezig met auto. Maar door het formaat zou je dat zomaar vergeten. Bagageruimte had ik het over. Net iets kleiner dan zo'n T-Cross. Onmeer door de aflopende daklijn. Maar ja, in die Duitse auto's kijk ik naar hoeveel hoofdruimte ik hier heb. En achterin valt het ook niet tegen. En dan krijg je gewoon heel veel auto voor je geld. En dat Volkswagen dan denkt dat ze naast die T-Cross deze auto kunnen gaan leveren. Ja, ik denk dat het gewoon een groot succes wordt. Het slaat aan bij mensen. Hij ziet er gewoon net wat hipper uit. Doet een kek kleurtje op. En je hebt gewoon een auto die veel meer uitstraling heeft dan die T-Cross. Wat ik toch wel een hele erge auto vind. Ja, en dat heeft deze Taygo gewoon minder. Kijk, ik ben persoonlijk geen fan van SUV coupé. En ik zou een andere auto nemen. Maar een heel groot deel van de Nederlandse autokoper denkt er duidelijk anders over. Ook in de hogere segmenten. En wat ooit begon met een X6, ging omlaag naar een X4 en een GLC coupé. Dan kregen we ook iets als Renault Arkana en de Volvo C40. En het zet nu gewoon door naar het B-segment met deze Taygo. Zeker omdat hij op de foto's toch een stuk kleiner oogt dan hij in de praktijk is. En het technisch gezien een auto is die zeker niet tegenvalt. Denk ik gewoon dat deze auto een heel goede toekomst heeft in Nederland.